Welkom bij Stevie, in het gezelligste boomhuis van Planet of the Carbs. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria Expert Mode. Ik ben er weer, Stevie, ZeldaPlay20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn we al een beetje wezen exploren en ben ik al offscreen nog een beetje verder bezig geweest met ons boomhuisje. We hebben al het een en ander, maar ja, het enige wat dus heel erg belangrijk is, is een storage ruimte die ik hier zeker even wil gaan maken. Dus ja, ik dacht misschien dat ik dat wel offscreen kan gaan noemen. Ja, dat heb ik de hele Let's Play net zo wel eigenlijk offscreen gaan doen. Dus ik had zoiets van, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan er gewoon een mooie montage van maken hoe dat wij hier met het huisje bezig zijn. En ondertussen hebben we ook al de Mollis. Dat is al heel erg handig. Of de Mollis, de Tionist. Fred Bommer. En Fred Bommer die is heel erg handig omdat we dan granaten kunnen kopen. En 1000 bommen in granaten, die zijn handig in expert mode. Dus even kijken, waar had ik mijn deur? Die heb ik hier. En dan kunnen we dit alvast even opvullen. Dan komt er ook weer dadelijk een mooi graslaagje over. Want jullie weten dat ik van vlakte hou. Dus ik ga hier heel eventjes snel een vlak grond van maken. En ja, dat is nogal eentonig. Dus dat soort dingen laat ik jullie zeker... ja, dat soort dingen kunnen we skippen. Dus ik zie jullie in een seconde. Nou ben ik hier ook alvast eventjes bezig met de storage. Aangezien dat de storage ruimte natuurlijk ook heel erg belangrijk is. En het begint ook nog eens een keer te regenen. Regen zorgt ervoor dat de spawn van enemies ook nog eens een keer groter is. Dus daar willen we ook wel voor uitkijken. Ik zit eraan te denken om de storage namelijk zo te doen. Don't worry, er wordt niet helemaal een bouwaflevering. We gaan dadelijk echt alweer op exploration. Maar we hebben nou alvast iets van leuke materialen. En een storage room, ja, die zijn gewoon heel erg handig. Dus dat is gewoon één doorloop die je wil maken. Waardoor dat je dus gelijk bij verschillende kistjes kan komen en dat een naampje kan geven en alles kan sorteren. Zoals jullie weten van mij dat ik dat heel erg vaak doe, dus wormen die verschijnen ook al erg veel. Wat handig is tijdens het vissen, als je dadelijk de fishing quests kan doen. En we gaan heel eventjes een duister gebied in, dus we zien ons eigenlijk dadelijk heel eventjes niet voor een seconde. Oh, wat error. Maar het leek me wel inderdaad even leuk om hier zo'n houten schuurtje van te maken. En dan met stone brick walls dat te gaan maken. En het is natuurlijk ook... Vis, je staat in de weg. Daarom kill ik je gewoon. Maar het is natuurlijk ook heel erg belangrijk dat je ook makkelijk alles kan craften wat je eigenlijk wil craften. Dus daarom ook dat bovenste plekje. Daar gaan we een leuk klein huisje van maken. Waarin dat we dus heel mooi... wat ga ik zeggen? Wauw. Waarin dat we dus ook alle craftmogelijkheden, zoals de furnace, de anvil, alles wat we nodig hebben om te craften, tot dat gewoon één simpel huisje is waar geen NPC in spant in verband met dat het op de begaande grond is. En mocht er een event komen als bijvoorbeeld een Blood Moon of iets, dat alle NPC's wel veilig zijn, geloof me, NPC's gaan we nodig hebben. Dus we zijn ook trouwens niet character locked. Ik weet niet of ik dat in de vorige aflevering, volgens mij heb ik daar helemaal niks over gelegd. We zijn niet character locked, we kunnen alles gewoon gebruiken, zowel de mana als alles. Want dat zal wel heel erg extreem zijn om dat te doen met ja, deze modus. Even kijken, ik heb nou nog eventjes die plateautjes nodig. Heb ik die nog? Ik heb er maar een paar gewone plateautjes, want die passen hier wel mooi bij, denk ik. En hoe zien die anderen eruit? Eventjes testen. Nee, die andere plateautjes die zijn mooier. Dus deze mogen weg. Poef, 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 poef. Controle nog aanstaan, dat is niet handig. Even kijken, want er moet hier namelijk nog een gewoon blokje hout voor de deur. Zo. En dat moet dadelijk nog onderlangs ook nog eens een keertje. Dus, fast forward bouw mechanic. Waarom ook niet? Ik bedoel, we hebben het een en ander uitgelegd. Dus laten we even een fast forward bouwprocedure maken.
Oké, het is niet echt al veel, want ik heb nog geen hamer om de deur weg te halen. Maar het is eventjes alvast een begin, dus... Want ik wilde wel nog eventjes de deuren natuurlijk bijplaatsen en alles. En het wordt alweer nacht. En daar baal ik gruwelijk van. Maar ja, misschien dat het eventjes ervoor zorgt dat wij eventjes nog de deuren even kunnen maken. Tot ik even mijn inventory kan kleren. En tot het dadelijk dan een mooi dag is, waardoor dat we weer op een avontuur kunnen. Dat zal heel erg leuk zijn. Sowieso hebben we dat ding dadelijk nodig, dus... Waarom dat ik die niet gelijk meeneem, dat snap ik niet. Oh, dan moeten we hier dadelijk... moeten we weer even een nieuwe tafel hebben. Nou ja, je hebt een... ja, wij hebben nog niet zo'n loon. Dat is wel jammer. Nou, weet je waar? Ik maak wel gewoon een nieuwe bench. Hij mag die bench houden. Als hij er blij om wordt. Even kijken. Deuren. Maar ja, die maak ik daar beneden wel. Die maak ik hier wel. Dus kunnen de bench kunnen we hier al gelijk plaatsen. Dat is een van de eerste prioriteit items die we eigenlijk maken. En dan doen we wel twee van die borrel doors. Want we hebben hem op borrel gebaseerd. Ik weet niet of ik de achtergrond borrel ga maken. Maar dat zie ik van eigenlijk wel. Dus zo. Nou, in ieder geval tot we hier geen vijanden krijgen die ons lastig gaan vallen. Dus we kunnen hier wel eventjes rustig beginnen te bouwen met wat we willen bouwen. Zoals bijvoorbeeld de furnace, die zou handig zijn. Een anvil zie ik hier al staan, die zou handig zijn. Dus dan kunnen we namelijk extra wapentjes maken. Furnace ziet daar boven staan. Hoppakee, even gelijk maken. Nou weet ik niet, volgens mij hadden we nog geen oor te pakken gekregen. Even kijken, we zouden al een fishing haak dinges kunnen maken. Maar daar wacht ik liever nog wel eventjes mee. Heavy workbench hebben we niet nodig. We zouden al glas kunnen maken inderdaad. Zo'n brick zouden we kunnen maken. Nou ja, ik denk dat ik... Hoeveel stenen hebben we op het moment? 38. Misschien een combinatie van dit, dat en... Heb ik hier nog van over? Ik weet dat ik gewoon hout heb. Misschien is het heel eventjes handig om eventjes de onzin alvast uit mijn inventory te halen. Geef me een seconde. Oké, ik heb mijn inventory heel eventjes leeg gemaakt. Ik heb het meest even hierin gegooid, omdat ik het anders niet kwijt kan. En ik wil onze standbeeldjes alvast even plaatsen. We hebben een zombie die op de deur klopt. We moeten toch wachten totdat het dag is voordat we weer kunnen gaan exploren. Want we hebben gewoon te weinig materiaal om überhaupt nog iets te kunnen doen. Dus ik wil hier... En voor je het weet is de zombie in één keer weg. Ik wil hier eventjes alvast een... eentje verder nog. Zo. Dan zo. Een ander standbeeldje. Dat weer even focus. Weet je waar? Ik zet deze even aan de andere kant. Zo is het net alsof dat de shark achter die bunny aanzet. Het is jammer dat je die dingen niet kunt draaien. Dat vind ik wel jammer. Maar ja, we kunnen niet alles hebben. Onze inventory is goed gecleared. We hebben nog een golden coin. Ik denk dat ik even wat pijlen ga kopen. En dan wacht ik al eventjes tot het dag gaat worden. Want op het moment dat het dag wordt... Dan kunnen wij weer een beetje op exploration. Waar voor meerdere materialen. Zoals een hamer. Die wil je niet van hout maken. Die wil je echt van beter stuff maken. Dus ik heb wel eventjes wat pijlen. Zo, dat is een hele stack. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Heb ik genoeg gel om torches te maken? Want ik heb mijn hout heb ik nou natuurlijk in de kist gedaan. Dus niet echt slim geweest. Want ik wil namelijk wel wat vuurpijlen hebben. Dus zo. Geloof me, die kunnen je echt uit de brand helpen. Haha, vuurpijlen kunnen je uit de brand helpen. Haha. Oké, grenades zijn heel erg handig. Niet vanwege een Green Ninja, maar gewoon die zijn handig. Geloof mij maar. Die kunnen je ook heel erg uit de brand helpen op het moment dat je op avontuur bent in het begin in expert mode. Dus ik ga heel eventjes kijken of ik nog wat torches kan maken. En dan wachten we heel eventjes tot het dag wordt. Of trouwens, we gaan gewoon nog gelijk op avontuur. Want waar is de spanning op blijven wachten als een klein bangzielig muisje? Dus even kijken. Oars en bars. Ik wil toch mijn hout even bij me houden voor de zekerheid. Ik bedoel, torches die zijn altijd handig. Dus dankjewel. 99 torches, altijd handig. Dat ken ik nu. Ja, trouwens, we hebben niet zoveel gel. Dus daar moeten we wel voor uitkijken. Wij gaan gewoon op avontuur. Ik heb er zin in. Jullie ook? Mooi. Ah, dit wordt gevaarlijk. Nou, volgens mij is het overdag geworden. Dus daarom is die zombie ook in één keer weg. Ja, wormen die willen we altijd al gelijk meenemen. Is altijd handig om die mee te nemen voor eventuele vispraktijken die we later gaan hebben. Dus die kun je nooit te weinig hebben. Oh ja, en zonnebloemen die zorgen ervoor dat je sneller loopt. Dus ook altijd handig. Nou, is mijn vraag... Want wij weten, hier zat volgens mij onze spawn ergens hier beneden. Of ja, hier is onze oorspronkelijke spawn. En dan vraag ik mij af, zit hier iets beneden? Dus, gaan we heel even voorzichtig hier een... Nou ja, ik heb een dubbel jump, maar toch. Neem een touwtje naar beneden. Hop.
Kunnen we daar makkelijker naar boven klimmen. Maar vergeet niet, ja, koper en tin, daar ben ik nog steeds niet echt een grote fan van. Ik bedoel, ja, ze zijn niet echt handig. Nog steeds niet, zelfs niet in expert mode. Dus daarom neem ik ze ook niet. Hier misschien een kistje. Kijk eens! Zo had ik eigenlijk al gelijk een kistje bij. Daar heb ik nog niet eens naar gekeken. Wees daar. Wand of Sparkling, Magic Damage. Altijd leuk. Night Owl Potion, nog meer Rico Potions, Lead Bar, Herb Bags. Hartstikke leuk, wat zit erin? Seeds, Moonglow Seeds en Fire Blossom. Oeh, die zijn handig. Willen wij de Sparkle gebruiken? Ja, die willen we wel gebruiken. Laten we hem voor de grap even neerzetten. Oké, kistje nemen we mee. Dat is weer extra storage. Dat is alleen maar gunstig. Dus tot nu toe gaat het heel erg goed. En willen we allemaal klei hebben? Nou ja, dan kunnen we met die potjes kunnen we wel al wat seeds maken. Waardoor dat we leuke potions kunnen maken. Dus ja, die willen we zeker hebben. Ik bedoel, hoe meer potions, hoe beter. Want vergeet niet, elke defense die we kunnen krijgen, dat is altijd mooi meegenomen. Dus ja, laten we maar even wat klein meenemen. Dit is allemaal nog service. Ik bedoel, we zitten pas op part 2. Dus we hebben nog genoeg tijd voor alles. Dus waarom ook niet? En ons boomhuis is al mooi. We hebben een storage ruimte hebben we te pakken gekregen. Dus op zich niet verkeerd. Even kijken, is dit ook allemaal nog... Ja, dit is allemaal nog klei. Ik ben blij dat ik klei. Geef me zoveel klei. Uh-oh. Ja, ik weet dat het regent. En dan komen die beesten dus ook in één keer binnengevallen. Dus ik geloof niet, die beesten zijn ook nog gevaarlijk. Alle beesten zijn eigenlijk gevaarlijk. Alles is gevaarlijk. Ik ben gevaarlijk. Rauw. Oké, dat sloeg helemaal nergens op. Sorry daarvoor. Ach ja, moet iets verzinnen. Dus al de klei, al de klei. Nou, potions die gaan ons enorm helpen. Ik bedoel, van ja, ik zit nou al te leuteren van hoe gevaarlijk dat de wereld is. Tot nu toe hebben we eigenlijk nog helemaal niks gevaarlijks gezien. Dus als alleen maar een paar slimes. Maar ja, je moet goed voorbereid zijn. En ik ben heel erg blij met die double jumps, dat zeker is. Maar corruptiebiomes en alles, daar wil je gewoon nog niet in zitten. Nou, laten we eens even deze kant exploren. Want ik zie hier al gelijk weer dat we plateautjes weer moeten gaan creëren. Ik heb mijn hout gelukkig meegenomen, dus... Joepie. Nou, trouwens, dat is hier helemaal niet voor nodig. Yes, het is droog. Mooi. Hier hoeven we helemaal geen plateau over te maken. Daar springen we gewoon overheen. En weer zo'n grote boom. Wauw. Nou ja, jammer dat deze niet zo'n bolboom cave heeft. Dat vind ik wel jammer. Die zijn 9 van 10 keer eigenlijk best wel gaaf om te hebben. Dus dat we dan zo'n living dinges kunnen maken. Dus dat is altijd fijn. Sla hem aan de andere kant van de muur. Hoi. Dus hier een beetje een hoge. Goed zo. Ik weet nou eigenlijk nog steeds niet of wij tungsten bars gaan krijgen. Of dat wij zilver hebben. Gold, platinum. Dat weet ik allemaal nog niet. En dat is dus best wel vervelend. En slimes die kunnen best wel veel hebben. Ik wil trouwens mijn pijlenboog ietsje dichterbij hebben. Want de bijl die heb ik nu niet zo hard nodig als dat ik hem eerst nodig had. Dus auw. Stop nou eens met mij te pijnigen. Je moet zeker ook hier heel snel je health in de gaten houden. Want health regenerate niet zo snel. Dat heb ik volgens mij al gezegd. Maar ik kan niet vaak genoeg zeggen. Wees gewaarschuwd. Oké, zit hier een kistje? Nope. En volgens mij komen we nou bij een desert biome. En daar ben ik ook niet echt blij om. Nou ja, we kunnen misschien voorzichtig wat cactus te pakken krijgen. En oh boy. Dat moet dichtgemaakt worden. Dat moet zo snel mogelijk dichtgemaakt worden. Tenminste, als dat al zo'n cave... Nee, dat is nog niet zo'n cave ding waar ik wat ik denk dat het is. Pijlenboog. Oh, nee, niet de double jump daar. Oh, die dingen doen pijn. Ken ik jou al? Goed zo. Dat is wel nou wat, oh boy. Als we nou wat cactus armor zouden kunnen krijgen, dan gaat onze defense gelijk omhoog. Jullie moeten weg. Oh, jullie hebben veel HP. Oh, achter me. Ai. Qua knockback doe ik jullie niet echt. Help! Help! 3 HP! Oh boy. Ik wil niet doodgaan door een slime. Wat voor slime dan ook. Auw! Nee! Ik heb het gejinxed. Ik heb het gejinxed. Gejinxed! Maar dit wil niet zeggen dat ik nou
terug in een hoekje gaan zitten huilen. Absoluut niet. Ik heb zoiets van, wij exploren dat gewoon. En jullie hebben gezien hoe gevaarlijk dat het is. Die dingen die doen gewoon 33 damage. Nou ja, misschien was het handig om dan de speer te gebruiken of zo. Maar goed, als eerste death is bij een zandslime. Het had erger gekund dat een blauwe slime kunnen zijn. En dat zou helemaal gênant zijn geweest. Want ja, jullie zagen dat zelfs de zandslime 30 damage deed dus. Ondanks dat we armor aan hadden. Nou ja, armor. Houten armor is ook armor, maar... Kijk, als we nou doodgaan door een groene slime, dan zou ik zeggen van... Nee. Oh boy. Kan ik jou op afstand houden? Kan ik jou op afstand houden? Kan ik jou op afstand houden? Kan ik jou... Oké, dit gaat goed. Dit gaat goed. Gewoon geen screw-ups. Oh, dat ding is dodelijk. Ik doe hem bijna echt geen schade op expert mode, maar... Ik moet iets! Ik bedoel, we moeten toch eventjes kijken of daar nog kistjes te vinden zijn. Ik bedoel, we kunnen wel gelijk onderdoor gronds gaan, maar... Dat is ook niet echt verstandig om te doen. En sinds 1.3 tot Desert zo gevaarlijk is geworden... Ja, aan de ene kant is het wel leuk, maar aan de andere kant in expert mode... Baal je er wel van, omdat je dus niet makkelijk hier naartoe komt gaan. Ja, laten we het maar bewaren. Waarom ook niet? Nou, die beesten zijn nou in ieder geval gedispand. Dat is een voordeel. En mijn geld ligt er nog. Kan die onze kant op komen? Ja, die kan onze kant op komen. Oh boy. Kan ik die tegenhouden met mijn speer? Dit is niet gunstig. Oh boy. Nee, ik ga niet nog een keer dood. Ik weiger nog een keer dood te gaan. Nee. Ik denk dat die slime nog erger is dan de andere beest. Oké, ga je naar beneden. Spring ik hier weer naar boven. Dodging skills. Oh, die sand slimes die zijn echt gevaarlijk, jongens. Oh, nee. Oh boy. Ik zit in een hoekje. Je wordt zo geswarmd door die vijanden. Nou ja, we hebben het cactus nodig. Oh. Probeer het gewoon nog een keer. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Driemaal rechts. Three times is a charm, zeggen ze altijd. Driemaal rechts is scheepsrecht. Of zoiets in die trend, weet ik veel. Ik kan nog niet eens wat van elkaar uitspreken. Slim, joh. Goed. Deze die werkt inderdaad goed voor stalen, maar werkt niet goed tegen de slimes. Deze daar is moeilijk om de slimes mee te raken. Het zwaardje werkt wel goed tegen de slimes, maar die zandslimes die zijn gewoon heel erg gevaarlijk. Die willen we eigenlijk gewoon dus negeren. Auw. Zelfs een gewone slime die doet al 12 damage. Kun je nagaan. Gelukkig hebben we genoeg health potions, maar... Ik bedoel, zo'n slime die doet gewoon 30 damage. En een health potion herstelt maar 50. En die kan ik maar één keer per 60 seconden gebruiken. Weet je wat, ik negeer gewoon die slimes. Ik negeer jullie gewoon. Oh, dit was niet slim. Oké, jou kan ik aan. Ik ben niet bang voor jou, kraai. Oh, ik raak mezelf bijna met mijn eigen pijl. Oké, cactus, kom op. Geef het aan mij. Ben je gevaarlijk? Oh nee, scorpions. Ik weet dat dat locatietje daar heel gevaarlijk is. En dat ik dat zo snel mogelijk af wil sluiten. En dan ken ik dan van eigenlijk wel, als we wat sterker zijn, ken ik dan wel plateautjes neerzetten of zo. Maar voor nu willen we dat echt afsluiten. Neem de cactus mee. Oh boy, er zit een vlieger in. Nee, onderaan pakken. Onderaan pakken. Oké, we hebben hem. Nee. Nu. Het probleem is wel... Al die tijd dat we bezig zijn met die ene vijand, kunnen er ik weet niet hoeveel andere spawnen. En daarom willen we dat afsluiten. Maar ja, we moeten nu eerst even deze even uitschakelen. Tidii. Ik ben toch wel blij dat ik die speer gevangen heb. Die speer gevonden heb. Kijk, daar hebben we weer zo'n beest. Ugh, creepy. Oké, gelijk afsluiten hier die app. Nee, zonder... Oh boy. Onder zit ook nog een schieter. Het wordt nou alweer donker, jongen. Zo erg is het. Nou ja, in ieder geval, deze is afgesloten. Hier spant nou niks meer uit. Dat is een voordeel. Daar hebben we weer zo'n kraai. Kijk, er spant nou net weer zo'n vogelbeest. Zo'n vliegbeest. En die kan ons niks maken omdat we dat hebben afgesloten. En daar ben ik blij om. Oké, vliegbeest. Hier, gaat vuurpijlen.
Oh nee, zandslime. Als ik ergens bang voor ben. Gaat hij mij nou lastig vallen? Blijft hij mij dan achterna zitten? Nee, hij loopt gewoon door. Oké, nevermind. Ga maar gewoon rustig door. Dan verzamelen wij hier even rustig het cactus. Tip! Ga nooit naar de desert! Because the desert will kill you! Concentratie is key. Het is echt niet slim om hier nou te zijn en ik loop hier gewoon rustig rond alsof dat er niks aan de hand is. We hebben één kistje gevonden. Yay. Ik wil alle cactus. Geef mij alle cactus. Ik bedoel, in de eerste aflevering was Terraria heel erg lief en nu komen we in de desert en nu zegt Terraria van wraak. Nou kom je hier gewoon een slime tegen, daar ben ik er niet echt zo bang voor. Hoi. Ja. Doe maar weer zo. Ja, zombies. We hebben een speer, dus op zich hoeven we ook niet echt bang te zijn voor zombies. Oké, nou, in ieder geval, we kunnen doorlopen, maar de jungle zou ik nog niet willen. Nee, door de jungle zou ik nog niet heen willen. Dus, misschien is het dan om dadelijk een bed alvast te maken of zo. Want als we recallen, dan komen we nog niet echt thuis uit. Hoi, iets wijk met jou gewoon. En jou ook. Nou ja, eigenlijk ben ik jou nou aan het slaan, dus dan ga ik wel even door met jou slaan. Auw! Stop nou eens met mij te pijnigen. Dat is niet lief. Oké, hebben we hier ook weer een dungeon? Die zegt me dat hier een kistje of zoiets ligt voor mij. Daar ligt een kistje. Oké. Equipment, defense of iets, weet ik veel. Hoi. Op zich is het wel handig tegen die paarse. Maar ja, die paarse die springt nou best wel hard weg. Weet je wat? We gaan gewoon kijken wat er in het kistje zit. Voordat het nacht wordt. We hebben een recall potion. We kunnen terug recallen. Laten we hopen tot 2 deaths tot het daarbij blijft. Een radar. Een hard radar. Extra defense. Kunnen we alvast equippen. Waarom ook niet? Extra recall potions. Iron. Pijlen. Hartstikke handig. Kistje meenemen. En het is nacht. Die je normaal alleen in Terraria ziet. Die slime die volgt ons nu. Daar ben ik minder enthousiast over. Oh boy, zombies. Nee. Nee, ik blijf hier. Ik blijf hier. Oh boy. Die zombies die kunnen in één keer 70 damage doen met dat ding wat ze vasthouden. Dus daar ben je ook zeker vooruit gaan kijken. Oh boy. Als jij nou eens nou gewoon naar beneden valt, kan ik even rustig daar gaan kijken of daar nog een kistje ligt. Dus je hebt het irritant. Oh, weer een piratenzombie. Ga weg. Oh boy. In het hoekje zitten wij gevangen. Die speer die houdt ons in leven. Soort van. Die slime die is zo irritant. Oké, hij is neer gelukkig. Oké, die zombies die ken ik wel aan. Deze hebben ook nog geen wapen vast. Dus het is safe. Het is secret. It's safe. Hey meneer zombie. Hey zombie. Wil jij misschien even wegwezen? Dank je. Oké, mooi. Ik bedoel, ik wil niet een cave in, maar ik wil wel kijken of hier kistjes nog liggen, dus. Kistjes zijn altijd handig. Kistjes zijn love. Oké, hier eindigt het. Dit is, oh boy. Nee, nee, nee. Meneer de skeleton. Zijn nou eens eventjes. Die slime die komt ook. Oké, dat zit hier beneden. Nog een houtkistje misschien? Misschien booby traps? Mij het leven alleen maar zuur willen maken. Hierboven iets? Nee. Oké, we hebben alleen maar booby traps hier tot nu toe. Dus het veiligste wat we nou kunnen doen is eigenlijk weer gewoon naar de service toe te gaan. Want we hebben hier een rode slime. En die rode slimes die zijn net zo gevaarlijk als de andere slimes. Dus daar willen we niet te lang mee rotzooien. Dus laten wij maar gewoon verstandig zijn. En deze cave zo snel mogelijk verlaten. En het is nacht, ik weet het. En ik zou eigenlijk... Holy snijkvogels. Ik zou eigenlijk een recall potion moeten gebruiken en nou eigenlijk zo snel mogelijk weg moeten gaan. Maar waar is het avontuur daarin? Oké, als er te veel van die oogballen komen, dan ben ik heel erg snel weg. Oké, ik hou shift even ingedrukt voor een torch. Oh, kistje. Kistje. Even licht hier maken. Oh, waar ik nou een... Nee, toch? Oh boy, daar hebben we een... Oh, climbing glass. Altijd handig. Geef.
Movement speed, maakt niet uit. Alles is handig. Het eerste wat we zien, dat nemen we. En oh nee, niet weer een desert. Ik heb recall potions. Ik heb genoeg cactus, denk ik. Ik loop weer gewoon heel snel doorheen. Meneer, je hebt een slime bubbel op je hoofd. Waarschijnlijk is hij doodgegaan ook door een slime. Door een blauwe slime nog wel. Jij noob! Jij loser! Jij faalt in het leven. Oké, ik wil hier snel doorheen. Oké, we zijn uit die desert. Is dat geen dikke... Oh! 35 schade van een oogbal. Serieus? Oh, twee oogballen. Oké, dit is de jungle. Tijd om weg te wezen. Tenminste, het zag er jungleig uit. Nou, we hebben in ieder geval iets van kistjes gevonden. Dus we kunnen onze storage eventjes wat uitbreiden. Waardoor dat we het beter kunnen sorteren allemaal. Zoals potions en alles. En dan denk ik dat we in de volgende aflevering de caves gaan trotseren. Ik bedoel, nou zien we helemaal niks als alleen maar nummertjes in één keer verschijnen. Omdat het zo donker is. Dus LPV potion nemen we dan zeker mee. We nemen dan van alles mee. En oh, vallende sterren zijn altijd handig. En weet je wat? Ik heb het trouwens nog niet uitgeprobeerd hoe sterk dat dit tegen jullie werkt. Wauw. Totaal niet. Oké. Okay. Het was te proberen. Hoi. Nou ja, ik heb in ieder geval mana ervan gekregen. Wat leuk. En we hebben tenminste dat we zombies neer kunnen halen. Dat is ook iets goeds, toch? Oké. Okay. Alles is neer. We zijn bijna weer terug bij onze homebasis. Mooi. Oké. Okay. Home sweet home. Nou, hebben we in ieder geval een plek waar dat we mooi kunnen... Dank je. Waar we mooi kunnen afsluiten. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je het leukste momenten? Laat het weten in de reacties. Vragen over deze aflevering? Laat het weten in de reacties. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Laat dan een like achter als je deze serie leuk vindt. Als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Hele fijne dag gewenst. En tot de volgende keer. Doei!